Mevrouw, bij de heren welkom. Ik kan u ook eerst meedelen dat er 8087 supporters aanwezig waren. Ik geef graag het woord aan mij van de Wiest voor zijn analyse van de wedstrijd. Ja, dus ik zag een gereden rostlengen, het eerste half uur, tot aan die stilstaande fase, wat dat alweer doelpunt gekregen. En dan zie je hoe je die wedstrijd dan geeft op dat moment. Ik denk dat we dan 10 minuten nodig kwijt zijn. Als die tweede goal een beetje afgeweken, oké, maar je weet dat zeker Cavallaro speelt diep en dan lopen de mensen wordt opgepakt, 2-0. In principe zijn het twee eerste kansen, dus die kans van Wils, juist voor rust, dat je weggeeft. Maar het is dan de fase, is geen kans in principe. Je creëert die gewoon zelf om tegenstander. En dan kun je met de rust gaan zeggen van ja, hoe donker de wedstrijd gaan we geven. Want ik denk dat we het eerste half uur de betere ploeg waren, dan betere kansjes, twee, drie goede kansjes. Maar dan tweede helft proberen iets teweeg te brengen na een kwartier, tweede helft met twee spits. En dan zie je dat we daar iets beter weer in die wedstrijd, met een goede kans voor Sian. Ze scoren daar die 22 minuten. Maar dan lukt dat niet en dan zie je dat het die laatste minuten een tand een beetje leeg is. Je gaat niet elke week een oploffer van formaat, zoals het is dan de fase kunnen rechtzetten op karakter of mentaliteit, dat gaat niet. Maar we moesten dan weer achtervolgen door ons eigen domschuld. En dat is nu 3 weken te rekenen, dus dat wordt een beetje te veel van het goede. Dus we gaan de conclusies uittrekken en ik denk dat we nu toch een keer aan de boek gaan als je, zonder afdruk te doen aan de prestatie van Cercle. Want Cercle was voetballend, technisch misschien wel een betere ploeg. Maar echt, grote kansen hebben ze ook nog gehad. Veel afstand schoot, een paar klutsbal in de 16. Voor de rest heb ik daar bijna aan toe te komen. Dankjewel. Meneer Stanis, uw analyse. Ja, ik denk dat ik me daar perfect kan bij aansluiten. Het zijn dat wij in het begin ook niet echt goed in de wedstrijd zaten. Dan zie je toch weer die nervositeit naar boven komen van het is van moeten. Want voorhand hadden we gezegd, we moeten thuis 3 punten halen tegen Oostende. Dat moet ook eerlijk in zijn. Dat zijn de matchen waar we de punten moeten pakken. Nu thuis tegen Oostende, thuis tegen Oostende. Het is niet tegen Anderlecht en niet op Genk dat we dat moeten doen. Maar dit zijn wel cruciale wedstrijden. En dan zie je ja, dat dan toch weer onbewust misschien die schrik daar wat inkruipt. En oké, dan ben ik in de wedstrijd open met details. Stel van de fase zijn details, maar zijn ze ook zo belangrijk. En ja, van dan af gaat het een stuk beter. Je maakt dan die 2-0 en zoals Ruud ook zegt, dan waren ze een beetje het noorden kwijt. En dan was het moment in feite om de derde te maken. En die hebben we niet kunnen maken net voor de rust, want daar konden we de doodslag geven. En de rust ook gezegd van we gaan op zoek naar die derde goal. En dat is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn mogelijkheden geweest, want zij zijn risico's gaan nemen. We hebben niet echt zuiver omgesprongen met de ruimte die we kregen. Laatste paas was altijd net niet goed, of verkeerde beslissing. Spijtig, want ja, als je 3-0 kunt maken, dan weet je dat de wedstrijd over is. En nu moet je altijd nog blijven opletten, want zij hebben ook een aantal kansen gehad waar ze de aansluitingstreffer kunnen binnentikken. En ik zeg dat Bram een hele goede wedstrijd gespeeld heeft vandaag. Een paar goede ballen op hoge ballen gepakt ook. Dus ja, het is dan bang afwachten naar het einde toe, dan wordt het allemaal een beetje zenuwachtiger terug. Maar uiteindelijk hebben we het goed de stand kunnen houden en 2-0 won, ik denk, verdiend. Dank u wel, ik zijn de vraag. Koen. De boodschudding is daar bij de spelers of is dat misschien bestemd? Wat? Is dat bij de spelers aan de boodschudding of is dat meer bestemd gedaan? Dat valt de week wel zien. Het is gewoon de week op de match, dat ga je zien. En de versterking? Ik hoop dat we 3 versterkingen kunnen maken van de week. 3? Dat is nodig. Geen keus. Of je pakt 3 versterkingen. Of je pakt misschien al een trainer. Die misschien kan beter uitleggen of ze is aan de fase. Nog iemand? Coach, goede start al wel naar die match. Ik heb gezegd dat ik mijn start zou analyseren na 6 wedstrijden. Dus we hebben nog een verplaatsing in de thuiswedstrijd tegen Noagel. En als we daar een overwinning kunnen putten tegen Noagel, dan spreek ik van een goede start. Wat is voor u het verschil naar vorig seizoen? Het verschil naar vorig seizoen. Ik moet zeggen dat we een beetje in dezelfde positie zitten. Hè. Dus het zou niet makkelijk zijn, maar uiteindelijk ja, we staan terug aan het begin van het seizoen en we hebben alle kansen om het nog te pakken. Dus altijd wat we kunnen pakken, moeten we pakken. En vandaag hebben we dat gedaan. Ook die 2 punten die we pakken op verplaatsing is meegenomen. Iedereen wil het scenario van vorig jaar vermijden. Niet dat we nu een zoveel betere ploeg hebben dan vorig jaar. Maar oké, nu. Het zit vooral mentaal goed in één en dat kan een boost geven. Je weet, als je goed start, dan
gaat dat allemaal veel vlotter. Als je daar achteraan staat, dan wordt het een stuk moeilijker. En nu hebben we toch een sprongetje gemaakt. En als ze die drie punten tegen Oisel kunnen thuishouden, dan sta je even safe voor een paar wedstrijden en moet je niet naar achter kijken. Daniel? Ook nog versterking gewenst? Wij zijn hopende, ja. Dus ik denk dat iedere trainer in eerste klasse versterking hebben, dat is duidelijk. Maar okay, we zijn er mee bezig en ik heb alle vertrouwen in de mensen die ik moet in de werk stellen. Nog iemand? Dan dank ik u, veilig thuiskomt en tot over 14 dagen voor de wedstrijd tegen Leuven.